in het filmen? Ja, ja, is dat. Oh, mijn mond even uit. Nee, dat hoeft, maakt niet uit hoor. Nee. Geeft het niet. Anders denken ze dat je altijd maar alleen aan het vissen bent. Maar dat is ook niet altijd zo. Dames en heren, ik ben er ook. Eén Hans. Oh, zo in dit. Mooi, mooi. Oh, allemaal mooi. Zo. Heel even. Heel even zo. Hoppa. En, hoeveel was hij? Dat weet ik nog niet. Oké. Okay. Gedoe allemaal. Ja, ja, ja. Heleboel gedoe. We gaan eens even kijken, Hans, wat die... De vis die ligt maar te wachten. Ja, daarom leg ik hem net terug in het water. Ik heb hem net even in het water gelegd. Toen pak ik mijn spullen en dan gaan we even... 7,5 kilo. Kilo. Ja. Oh. 4,9 kilo is hij. Mooi kleintje. Een fotootje? Ja, hij staat al aan. Ja, nou, helemaal top. 4,9. Mooi bezig. Eerste voor vandaag. Met behulp van Hansie. Met behulp van Hans. Met scheppen. Dankjewel, Hans. Graag gedaan. En hij gaat weer lekker zwemmen. En daar gaat hij weer. Toedels! Met grootvader malen. Of oma. Nou, ja, dankjewel Hans. Nou, hier vissen we dus gewoon mee. En 15 tot 17 mm finest fruit van Pioneer Baits. Lijn en lijnetje, haakmaatje 2. Een gewichtje. En gewoon een standaard riggie, ongeveer 15 centimeter. En dat gaat de truc doen. Mooi, die is gewoon nog mooi scherp.
ziet drukkend opruimen. Hengels liggen er nog wel in. Die ga ik zo lekker binnenhalen. En dan is het einde sessie. Nou, één visje op de kant, 5 kilo. Helemaal leuk. Toch nog even een visje op de kant. Voor de rest heel veel last van meerkoeten. Dus die hebben hun pens ook volgevreten aan boilies. Nou, het is wat het is. Dus het is niet anders. Hey, vond je dit een leuk kort filmpje? Geef nog even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zien we je graag weer bij een volgende video van Saam Fishing. See you later.